en welkom bij de derde examenvlog. Het is vandaag dinsdag 13 juni, denk ik. Ja, en het is 1 uur en ik ben thuis. Ik heb net middag gegeten, want ik heb... Waarom moet dat vliegtuig nu komen? Oké. Ik heb morgen mijn eerste examen, namelijk natuurwetenschappen. Ik heb er niet zo heel veel zin in, want ik vind NW niet zo super leuk om te leren. Ik vind het ook niet zo heel gemakkelijk. Maar ik ga er nu meteen in vliegen. Ik ga gewoon keihard mijn best doen. Ik ga er volop voor gaan. En dat is ook wat jij gaat doen, als je dit ziet. En je hebt nog examens. Ik ga er gewoon aan beginnen. Ik ga niet meer lang zeveren, want ik heb mijn tijd nodig. Maar in ieder geval, ja, let's go. Ik las gisteravond ook in de comments onder mijn eerste examenvlog. Er is ook een afspeellijst, dus je kan die altijd graag terugzien. Maar ik las daar in de reacties iemand die graag wat meer stukjes zou zien van als ik echt aan het leren was of aan het opzeggen of aan het samenvatten. Dus ik ga dat zeker doen en ik ga dat nu proberen. In de vorige examenvlog heb ik dat niet echt gedaan, omdat dat toen de video nog niet online stond. Maar ik ga dat nu echt proberen meer te doen. Dus sorry alvast dat het in de tweede examenvlog dan ook niet zo was. Maar nu ga ik dat wel doen, want ik hoop... Hij zei dat heel erg hielp om die moed te geven. Dus ik ga dat zeker doen. Dit is trouwens mijn to-do-lijstje voor vandaag. Ik moet mijn begrippen, grootheden en formules leren. Ik moet dan pagina 1 tot 6, dat is van mijn samenvatting trouwens. Pagina 7 tot 11, pagina 12 tot 14 en pagina 14 tot 22 van mijn samenvattingen. En daar hoort zo telkens bij 1. Daar moet ik extra oefeningen maken van magnetisme of zoiets en elektrodynamica. En dan moet ik mijn toetsen nog maken. En als ik dat allemaal heb gedaan, dan kan ik normaal mijn examen. Ik zeg normaal, want ja, we zullen wel zien. Ik plak dan, dat vind ik eigenlijk makkelijker. Ik plak dan mijn to-do-lijstje naast mijn markeerstiften en zo, zodat ik veel makkelijker zo kan schrappen. En dan kan ik deze terug in mijn schaaf leggen. Dus ik heb net pauze gehad en ik heb even alle verbetersleutels afgedrukt van de extra oefeningen die we kunnen maken. En dat is echt veel meer dan ik had gedacht. Ik ga even in het licht zitten, want jullie zien me dan niet. Dus het is echt wel een redelijk dik pak oefeningen. En nu gaan mensen waarschijnlijk denken, waarom schrijf je dat gewoon niet over van een computer? Ik vind het heel afleidend als ik achter een computer zit en ik kan, ik weet dat het een beetje milieuverspilling is, maar ik vind het veel beter en handiger als het afgedrukt zijn de verbetersleutels. En dan kan ik ook veel rustiger verbeteren en zo. En als ik iets terug opnieuw wil lezen, dan is dat veel makkelijker. Dan kan je gewoon, ik vind het gewoon makkelijker en daarom heb ik dat ook gedaan. En voor de rest met leren gaat het ook wel goed. Het gaat vlotter dan ik verwacht, niet beter dan ik. Het gaat niet makkelijker of zo dan ik dacht, maar vlotter. Want ik heb gisteren tijdens de les echt nog super veel vragen kunnen stellen. En hij heeft me echt super goed gedaan. Want nu snap ik het veel beter. Ik vond wat we moesten leren echt moeilijk. In de vorige shot zei ik zo van, ik leer het niet zo graag en zo. Want het is moeilijk. En het is ook moeilijk. Maar het gaat vlotter als verwacht. Nu kan ik er ook super hard naast zitten en denken dat ik het ken. En het nog niet kennen. Ik weet het echt niet. Maar ik ga nu voortdoen, want ik heb nog wel heel wat te doen. Maar het gaat dus net iets beter als ik dacht. Kijk wat ik al gedaan heb. I'm starting all the next.
trouwens nu heel de tijd oefeningen aan het maken. En ik heb net ook een mail gestuurd naar mijn leerkracht, want ik waren zo zes... Oh, sorry. Ik zeg even iets. Er waren zo zes oefeningetjes. En nu denk je misschien zes. Ja, maar zes tegenover alle oefeningen die ik al gemaakt heb, is eigenlijk super weinig. En die trekken allemaal super hard op één en ik snap die echt niet. Dus ik heb gevraagd of dat ze de tussenstappen wilt geven als uitkomst. En dat ik daar dan kan afleiden hoe de oefening moet. Ze heeft die e-mail al geopend, heb ik gezien. Dus ik hoop dat ze daar zo snel mogelijk op antwoordt, dat ik daarmee voort kan. Maar ondertussen ben ik wel al andere oefeningen aan het maken. Het is 7:55 en ik ga aan mijn toetsen beginnen. Mijn toetsen hermaken, dat is heel belangrijk als je examen hebt, is om je toetsen te hermaken. Het is woensdag, de 14 juni. En ik had vandaag mijn eerste examen natuurwetenschappen. En ik heb er een beetje een gemengd gevoel over. Ik denk wel dat het goed is gegaan. Maar de vragen trokken niet echt op de oefeningen die weer thuis allemaal, die alle mensen aan mijn klas en zo thuis konden maken. Dus ja, de vragen trokken dus niet echt op de extra oefeningen. Het is nu dat ik zeg, oh nee, dat was echt een keer de pauze. Of dat examen gaat echt heel slecht zijn. Dat is niet. Dus ja, het wordt gewoon een beetje afwachten. Vandaag heb ik aardrijkskunde dat ik moet leren. Ik heb morgen examen aardrijkskunde, dus ik moet vandaag aardrijkskunde leren. Dat is gewoon een vak, dat moet gewoon keihard van buiten knallen. Meer is daar eigenlijk ook niet echt aan. En je moet ook proberen de oefeningen die er zijn gewoon opnieuw te maken. Dus dat ga ik gewoon doen, nu. Het is 11:40. Dus ja, ik had maar tot 10 uur examen. Maar we zullen wel zien hoe aardrijkskunde verloopt. Normaal gezien goed, want het is gewoon mijn buiten leren en dan kan ik nog wel goed. Dus let's go. Nu kan ik trouwens mijn eerste examen doorstrepen. Oké, het is een beetje, ja, niet zo mooi doorstreept. Het is 16:30 en ik ben nog steeds aan het leren. Wat is het? Maar het is dus 16:30 en ik ben dus nog steeds aan het leren. Ik heb al een secondje mijn to-do-lijst. Die ben ik er even aan het bijpakken. Allee, die heb ik nog niet echt zo goed. Bijgehouden vandaag. Zo. Dus. Kom. Ik heb al twee dingen gedaan. Ik moest zo een bepaald aantal pagina's, namelijk van 1 tot 6 en van 7 tot 11 en dan tot de helft van 11 en dan moet ik nu nog de helft van 11 tot 16 doen. Allee, daar ben ik al mee bezig. En dan moet ik eigenlijk nog oefeningen doen, een PowerPoint doorlezen en dan eventueel mijn toets hermaken. Maar ik ben zo'n schoolmodelleerling, dat wil zeggen dat ik al mijn toetsen moet afgeven. En mijn leerkracht van aardrijkskunde hield de toetsen altijd bij van de modelleerlingen. Dus die toets ligt nog op school. Dus ik ga vragen of ik eventueel van iemand van mijn klas eventjes dat die een foto van hun toets wil trekken. Dat ik dat even kan opnieuw doen. Maar ja, ik ga nu gewoon voortdoen. Want ik wil er echt vanaf zijn. Het is niet meer veel. Dus daarom lekker vanaf wil zijn. Het is 19:30 en ik ben helemaal klaar met leren voor aardrijkskunde. Ik heb herhaald echt 5 keer of zo heel mijn bundel opgezegd. En het zit er echt in. Ik heb er een goed gevoel over dat het goed gaat gaan morgen. Of dan, dat hoop ik toch. Ik ben dus klaar. Ik ga bij deze ook de derde examenvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als het zo was, doe deze vlog dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je mijn andere examenvlogs wilt zien. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!